Bij een kerstfeest. Vandaag ga ik een escape room spelen samen met Robin. Oh, Robin? Ja. En ik heb er heel veel zin in. Robin, ben je er klaar voor? We gaan vandaag hier een huisje in. Het heet Just Another Escape House bij Shunji. Honji! Er staat hier goed lak in van. Dus ik zou zeggen, laten we naar binnen gaan. Oké, heb je de sleutel? De deur staat open. Ik ga wel eerst. Ah! Oh, oké. Just Another Escape House. Welkom, Robin. Dit is mijn eettafel. Waar? Wat onbeleefd omdat je gelijk deuren open. Ik moet naar de wc. Nee. Waar is de wc? Wat is dit? Ja, daarom dit. Kom maar, ik leid je wel even mee naar het toilet. Welkom in mijn huis. We zitten vast, moet ik trouwens zeggen. In dit huis. Het toilet is... wacht even. Het toilet. Moet je plassen? Nee. Waar is het toilet? Hier beneden, wacht. Kom maar. Hier is de mancave. Welkom in de mancave. Daar kun je altijd plassen. Robin, ik heb geen toilet. Hoge kom maar naar mijn keuken. Kom maar naar mijn keuken. Hoge nood. Wat is dit? Dat is mijn wijnkelder. Kom maar naar mijn keuken. Je mag wel de gat zeven plassen. Hier. Kom, hier is het toilet, hier. Ja, ga maar. Oké, Robin, we zijn hier in een huis terechtgekomen. Ja. En het doel van dit huis is dat we er ook weer uitkomen. En dat doe je gewoon zoals een escape room met puzzeltjes, met andere dingetjes. Dus laten we even gaan kijken wat we allemaal hebben op zijn minst. Dat hebben we net al heel snel gedaan. We hebben hier gewoon een main verdieping. We hebben allemaal kamertjes met die eigenlijk nergens naartoe leiden. Alleen maar dit. Dus dan kan je origineel omhoog. Maar verder is het ook niks. Oh, maar wat ziek. Want ja, kijk, ze hebben de kist ook echt op slot gedaan. Oh, de chest is locked. Oké. Dus de kist zit op slot. Dit is een slaapkamer. Ik zie klokken. En wat ik ook zag hier, heel ziek gedaan. Ik weet niet hoe, maar er is een computertje hier. Dit is echt lijp. Ik zie hier gelijk een button. Maar ja, we weten eigenlijk gewoon nog totaal niet waar de uitgang is. Er ging wat open. Waar? Druk eens. Op die, ik klik. Nog een keer? Er gebeurt niks. Helemaal niks. Ik klik op deze button, ja. Oké, maar in ieder geval, dat zijn de ruimtes die we hebben. Laten we een beginnetje maken door te zeggen de uitgang zoeken. Ik denk niet dat de ingang hier is. Ik denk dat er namelijk nog een route ergens is en dat is dan de uitgang. Denk waar je ook niet? Waar moeten we beginnen? Ja, je moet altijd even zoeken waar we moeten beginnen. Ik kijk wel even beneden of ik daar misschien een uitgang zie. Hé, ik heb een crowbar gevonden. Can open iron trapdoor. Ah, en ik heb shears gevonden. Daar kan je een blue carpet mee slopen. En ik heb yellow terracotta en die kan ik ergens op plaatsen. Op een yellow concrete powder. En flitter steel hierin. Kijk, neem jij die maar mee. Ik heb hier dus een crowbar en er staat dat ik daarmee ijzeren trapdoors kan openen. Laten we ijzeren trapdoors. Ja, die heb ik net gezien in de douche. Ah, kijk, daar heb je gepoept. Nee, dat was in de wc. Ja, maar dat is... Nee, ja, natuurlijk heb je niet in de douche gepoept. Ah, hier, kijk. Kijk, let op, hè. Oh, het werkt serieus. Ik kwam gewoon in de buurt en het werkte. Een chest key. Oeh, kijk. Ook. Showerhead. Showerhead. Ah, en een button. Maar dat doet chest niks. Chest key. Oké. Okay. Kom. Dan gaan we kijken. Want hier zag ik ook een kist. Kijk of je deze kan openen. Ja. Ja. Een lever. Echt? Can be placed on block of iron. Block of iron. Maar ik heb die key nog steeds. Is het dan ook de bedoeling dat je die andere kan openen? Kijk maar. Kom maar. Hier is nog een kist. Kijk of je deze ook... Ja. Ja. Wat zit erin? Light blue terracotta. Can be placed on light blue concrete powder. Oké, ja. Ik heb dat met geel. Met yellow terracotta. Oké. Die kan yellow terracotta kan ik plaatsen op de... wat is het? Yellow concrete powder. Die jij met blauw, toch? Laten we die dan als eerst eventjes zoeken. Die twee blokken. Kijken wat dat gaat doen. Oeh. Wat zit erin? Een boog. Oké, die neem ik wel. Dan ga ik hier bovenin kijken in al deze dingen. Ja, hier weer red concrete of terracotta. Dat geldt hetzelfde als die andere kleuren die we hebben. Maar ik zie nog... Oh, hier, kijk. Kijk. Ah. Maar is het de bedoeling dat het zo moet? Ja, dat zal wel. Denk je? Ja, dat moet wel. Dus dat we moeten nu nog denk ik drie andere kleuren groen, vinden. Groen, oranje en paars of roze. Wat is het? En wat kon ik met die lever... Okay, block of iron. Die heb ik... Kijk, ik zie hier wel overal. Ik zie hier een redstone, koper... Emerald. Ik kan hiermee blue carpet slopen trouwens, met de schaartje die ik heb. En ik wacht, hier zit nog een chest op slot. Die kan ik weer openen. En wat zit erin? Plus een pickaxe en die kan... Hier, wacht, pak jij die maar. Oké, de pickaxe die kan cracked stone bricks hakken. Dus hier, die zie ik meteen. Ja, juist, bovenop paard. Hey, en een kistje met erin een pressure plate. Op polished blackstone kan die geplaatst worden. Oké, maar ik heb dus deze kan ik nog gebruiken. Kan die boog nog gebruiken. De crowbar denk ik dat die al helemaal gebruikt is. Maar ik heb ook nog een schaar en daarmee kan ik een blue carpet slopen. En ik weet toevallig dat die boven volgens mij... Ja, bij de slaapkamer. Waren. Hier, de middelste twee. Oh, ja. Huh? Oh, dat zijn die pijltjes. Die zagen we aan het begin. Ga jij vanaf deze richting zo staan? Want dit is de... Of je moet nu juist vanaf hier staan. Ik denk hier. Oké. En dan zie je die pijltjes. Je moet kijken... Maar moeten we niet eerst wat afmaken? Kijk. Zie je al die pijltjes daar? Ah. Dat heeft daar sowieso mee te maken. Maar wacht eens. Hier is nog een iron trapdoor. Oh.
Ja, dat werkt. Ik kom gewoon in de buurt. Ja, orange, ja, pak die. Die hebben we nodig. Ja, oké. Okay, plaats jij maar op dat dingetje. Ik zoek al ja, ik ga hem naar de ijzeren blok voor jou. Want jij moet natuurlijk op een ijzeren blokje dit. Wat plaatsen. Ja, amazing, hè? Wacht eens even. Oh, hier is een ijzeren blokje. Gevonden. Waar ben jij? Echt op een verstopte plek daarboven. Oké, dat moet ik met een lever, hè? Ja, dit moet ik met een lever. Zo. Oh! Waar is iets open gegaan? Hoorde je dat? Ja, dat hoorde ik. Er ging iets open. Ik zit te denken, misschien wel bij die painting of zo, weet je wel. Want je hebt nu een boog gekregen. Ja. Dat ik moet schieten. Ja, maar ik heb geen zo. Pijl. We hebben geen pijlen. Dat is het ding. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben blue carpet heb ik gevonden. Iron trapdoor. Ik heb nog een flint en steel. Ja, en ik heb nog die ene die op polished blackstone kan. Ik denk dat we als eerste inderdaad gewoon al die blokken even nodig hebben. Dat wel een goeie is. Polished blackstone. Waar kunnen we die vinden? Ik heb iets. Wat heb je? Onder de tafel. Weer zo'n barrel met weer een groen. Oh, wat missen we nou? Nog alleen roze, toch? Ja, volgens of mij niet? Wel. En hier is nog helemaal niks gebeurd. Hier. Nee, hè? Dat, nee. Zit hier niks in? Ik ga hem plaatsen, ja? Ja, oké. Dan ga ik achter de paintings kijken. Hmm. Ja, we hoeven alleen nog roze. Alleen roze nog. Maar ja, waar is roze? Misschien vinden we roze wel als we toch met die arrows aan de slag gaan. Ja, zullen we dat gewoon maar doen? Oké, dan ga jij er staan. En dan ga ik die arrows bewegen. Maar je moet even kijken vanaf welk punt je moet kijken. Ik denk dat die pijl er is. Zodat het zegt dat je vanaf hier moet kijken, zo als het ware. Ja, nee, ik denk juist zo. Zo. We proberen het gewoon eerst zo. Oké, okay, prima. Wat een geweldige video van Walnut. Abonneer zeker even. Als jij ook wil lachen op die video's. Oh, wat leuk zeg. Oké, okay, doe maar linksboven. Begin daar maar. Naar rechts, gewoon plat rechts. Plat rechts, ja, oké. Okay. Rechts gaan we. Dus boven midden. Dat is linksboven. Linksboven, ja. Ja. Onder. A few moments later. Oké, okay, dan klopt dat. Maar misschien, omdat er niks is gebeurd, zou het dus wel vanaf deze kant moeten zijn. Weet je, ja, nee, natuurlijk. Dit is gewoon goed. Dit is gewoon goed. Waarom doet het dan niks? Oké, okay, laten we die pressure plate even zoeken. Die moet op polished blackstone. Hey, huh? Dit was hier net toch nog niet? Net zat hier toch... Huh? Hier zaten net van die kastjes. Komt dat niet door die dingen die jij hebt overgehaald? Ja, dat zou kunnen. Geen idee. Huh? Maar... Dit was er echt net nog niet. Maar hier heb je wel die polished blackstone. Oh, daar zit wat achter. Oh, wat nice. Oké, okay, dit heeft met die klokjes te maken die we overal zien. En dit heeft met die de liften. Lampen te maken. En die hebben we ook al gezien. En maar die is waarschijnlijk... Oké, okay, nou, oké. Okay. Laten we in ieder geval eerst hierheen gaan, want ik kan hier dit doen. Ja, dat is goed. Wat zit erin? Een kaars. Een kaars, gewoon één enkele kaars. Je kan deze op magenta wool plaatsen. Magenta wool. Oh, maar deze wordt ook groter en groter. Ja. Was magenta wool niet in de slaapkamer of hier beneden? Was nee, magenta hier wool. Hadden we helemaal geen kleuren. Huh? Dus hier beneden sowieso niet? Nee, maar we moeten is ook nog is dit niet magenta wool, dit? Nee, dat is powder. Oh ja, het is wool natuurlijk. Oh, ik heb een knop gevonden. Waar? Ja, er zijn wel meerdere knoppen. Is het een blackstone knop? Nee, maar deze is echt... Die verwacht je niet. Oh, klik er maar op. Klik er maar op. Oh. Ja, er ging... En de knop is weg, dus... Er ging boven iets open, volgens mij. Ik ga kijken. Ik hoorde volgens mij boven iets klikken. Iets ging er af, iets ging er open. Wauw, hoe hebben we dit gemist? Wat? Oh, die painting is omhoog gegaan. Ja. Hoe is dat? Wat lijp. Wat sick, ouwe. Wow. Maar wat lag er? Ja, er ligt een painting op de grond, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Misschien moeten we bloemetjes hierheen brengen. Oh, maar er zitten natuurlijk overal flowerpots. Kijk, zoals hier. Maar die is niet nodig. Die mag terug. Hoe weet je dat? Die zie ik daar niet. We hebben die specifiek nodig, denk ik, toch? Ja, maar dan staat hier bijvoorbeeld ook gewoon een cactus en zo. Ja, maar die zit er ook niet tussen. Kijk, hier zit ook wel een paars bloemetje. Oh, ik heb wel een rode tulp gevonden. Die, ja, die moet 100%. Hier is een rode tulp. Red tulip. Oké. Okay. Ik plaats er wel gewoon. Oh, ik heb hier de witte tulp. Ja, die moet ook. Dan moeten we nog oranje en wit. Ik heb, ik heb pink. Pink. Ja, die moet. Pink moet. Oh, je had oranje al natuurlijk. Nee. Ik heb pink. Ik heb wit. Alleen oranje nog. Alleen oranje nog. Ah. Ja, oranje gevonden. Nice. Nice. Kijk, dat is leuk. Dan nu zijn we 100% weer een stapje verder. We hebben gewoon iets af. Oké. Okay. En dat deed niks. Ja, maar dat dachten we net ook. Weet je nog? Ja, oké. Dat gaat zonder dat je door hebt ineens. Hey, ik heb een pijl gevonden. Hier in de... Hoe heb jij een pijl gevonden? Hier, die hebben we gewoon nog niet gekeken. In deze hopper. Oh. Er zit een pijl in. Dus laten we daarmee op dingen schieten. Want er staat... Wat staat erop? Deze boog? Ah, infinity top. Dus ik kan gewoon oneindig schieten. Oké, laten we dan maar met de klokken bezig gaan, zou ik zeggen. Want ik zie hier één klok met een rood blokje erachter. Ik zie hier een klok met een blauw blokje erachter. Ja, ik hier met een gele en een groene. Rood, blauw, groen, geel. Klopt dat? Ja, maar we hebben geen aanknopingspunten waarom we iets zouden moeten draaien. Kan je met die flint en steel hier iets bij de open haard? Die uitzetten of zo? Nee, dat moet met een schep. Dat moet met een schep. Ja, I know, maar omdat deze map sowieso allemaal met gekke dingen werkt. Oh. Wat? Kan je eronder? Ja.
Oh mijn jees, wat lijp. Oh, dit is een doolhof. Gast, wat ziek. Wat een goede vondst van jou. Dank u. Oké, deze kant rechts is helemaal niks. Ja, dit is de enige kant op waar ik nu naartoe ga. Ga hier kijken. Oké, dan ga ik wel rechtdoor. En dan je rechtdoor en dan ben ik links. Man, wat lijp dit doolhof hier. Gewoon een plat doolhof. Rechts, ja. Oh mijn jees. En dan hierheen. Ja, hier is de lever. Oh, wat voor lever? Eentje op een goudblok. Oké. Okay. Eentje gewoon op een goudblok. Ik heb hem overgehaald. Ja, nog één. Nog één? Hey, dit is de oplossing voor die levers. Kijk maar. Oh, gast, wat ziek dit, ouwe. Doe jij hem? Zeggen? Dan, ja, ik lees hem voor. A few moments later. Aan. Wow. Oh. Hoor je dat? Ja, de levers zijn ook weg nu. Oh, oké. Nee, dus dan is er iets gebeurd. Gast, het wordt echt eng. Gewoon nu. Het wordt echt eng. Ja, het wordt wel... Wat lijp, maar, ouwe. Wacht even, want we hebben nu twee dingen volgens mij gedaan. We hebben twee oplossingen gedaan. Ja. Want we hebben iets met een goud blokje. Dus je zou zeggen, dit is ook een goud blokje. Kijk, hier. Mysterious. Hier moet een boek in, denk ik. Ja, maar welk boek? Ja, maar we weten nu niet wat dit heeft gedaan. Nee, we weten dat hier een boek moet. Mysterious staat er ook echt. En verder is hierboven niet zoveel veranderd. Ik heb het gevoel dat dit gewoon niks heeft gedaan. Ik ook niet. Ik denk dat we dit nog een keer moeten doen. Ja, dan misschien andersom. Hey, beneden is wat veranderd. Moet je eens komen. De tv is open. Het is nu een... Ik weet niet wat het is. De tv is open? Ja, de tv is open. Hier, kijk. Ah, de Muppet Show gaat beginnen. Welkom. Waar... Maar wacht eens. Dit is de wol. Hier kan je dus jouw... Can be placed on magenta wool. Niet om, maar ervoor. Ja, maar dat, ik plaats hem erop en dan gaat hij ervoor. En dan kan ik... Steek hem aan. Mooi. Ja. Dan moeten we denk ik alle kleuren kaarsen vinden. Ja, maar hallo. Voor mijn gevoel hebben we alles al gevonden. Oh, maar deze. Je hebt weer wat gevonden. Je hebt weer wat gevonden. Huh? Oh, dit zijn de tijden van de klokken. Gast. Oh, natuurlijk. Oh, wat lijp. Oké, lees jij ze voor? Ja hoor, dat is goed. Oké, ik heb hier groen. Half acht. Gast, wat ziek. Het zit gewoon hieronder weer. Half acht. A few moments later. En wat is geel? 10:30. 10:00. Dus dat is linksboven. Ja! Ja, dat ging wat open. Het werkte wel. Linksboven was het. Zie je? En ik denk dat het hier open ging. Ja, hij is hier open. Achter, dus, achter de painting in de slaapkamer. Wat nu nog is. Ik kwam precies uit het hoofd. Ja, mijn mooie schilderij. Oké, wat zit hier? Oeh, ga maar over. Ja! Niks veranderd. Ja, we hebben hem gehaald! Want sowieso is er wel weer iets veranderd hier ergens. Ergens is weer iets veranderd, maar waar is nog de big question? En er staan ook overal beneden van die, zeg maar, resource blokken met daarop bloemetjes erin. Net zoals hier, weet je? Ja, precies. Met een plantje erin. Heeft dat ook niet ergens mee te maken? Oh mijn god! Wat? Huh? Oh my days! Wat lijp! Ik heb een mysterious book. Ah, nou die kan hierheen. Wat staat erin? Sometimes a book is the key to finding what you need. Nou, dat is hier. Dat is 100% hier. Ik zag hier die bladeren en ik zag die finders. Ik dacht, ik kijk hierop. Zag ik ze daar ook. Wat lijp. Kijk, stop hem maar in. Oh, een kist. Een red kist? Candle. Oeh, oké, dan zijn we al een stapje verder. Ja, alleen... Dan zijn we een stapje ik verder. Vind het zo misschien gek. Opent dit. Misschien opent dit meer. Naar boven. Ja. En rechtsboven. Ja. En naar rechts. Maar zo hadden we hem net ook, toch? Als het goed is, ja. Als het goed is. Wat zei je rechtsonder? Rechtsonder was gewoon naar rechts. Ja, hij doet het! Echt? Ja, huh? Een plingeltje. Ik hoorde niks. En nu? Huh? Ik wel! Hé, en dan kan ik me eindelijk mijn pijl omhoog naartoe schieten. Oké, aan de kant, aan de kant. Dan krijg je geen damage. Hier! Ik zag het gelijk! Ja! Wow! Een blauwe candle! We zijn weer één stapje verder. Maar waar is verdorie die... Oké, ga jij maar plaatsen. We gaan er verder. Nee, maar jij moet hem aansteken. Oh ja, tuurlijk. Ik kan het zeggen, jij moet hem gewoon nog aansteken. Robin. Ja. Het blijkt dus dat deze buttons hier die lampjes aan horen te zetten. Maar dat werkt niet bij ons, dus dat gaan we even snel oplossen. Oké. Oh, ja. Magenta terracotta. We hebben hem. Eindelijk. We hebben hem. We hebben hem. Eindelijk een stapje verder. Ene, tweeën. Hey. Oh, maar deze, wat is dit nou weer allemaal? Oh, dan kunnen we de saplings eindelijk goed zetten. Ah, nu snap ik het. Ik snapte dit al de hele tijd niet. Ah, ik snap hem. Oké, we pakken eerst alle saplings. Vind ik een hele goeie. Ik ben bij gold. Oh, gold is spruce. Een moment, dan ga ik even kijken. Staat hier boven er nou nog een of niet? Nee, hè? Hoeveel heb je er nu nog? Nee, hè? Ik heb nog twee saplings. Er staan die hier beneden, ja. Ik ben redstone. Redstone is ook. Ja, staat erin. En dan heb ik nog een jungle sapling. Een jungle, dat is de emerald. Oké. Dan birch is koper en diamond is acacia, toch? Ja. Birch is koper, zo. En diamond is acacia.
Oh, in het midden! Wat zit erin? Yellow candle. Een candle, kijk. Dan schiet het al op. Nu schiet het al heel erg op. Alright, de lampen staan aan, jongens. Maar dat kwam dat is wel met deze knoppen te maken. Die moest je gewoon indrukken en dan zou de knop verdwijnen en zou een lampje aangaan. Robin en ik hebben het opgezocht en het was dus blijkbaar gewoon kapot bij ons. Dus we hebben het even snel op een creatieve manier opgelost en nu is de deur wel open. Robin, ja. Dit is ook een oplossing, hè. Maar ja, er staat inderdaad. Niet een lever, dus als we die overhalen gaan... Ja, ik ga ergens klaarstaan en dan wachten ja, tot ik hem dat... zie. Oké, okay, ja, is goed. En dan daarna... Ja, maar over. Ja, maar over. Oké, okay, 3, 2, 1. Er is niks veranderd hier. Hoorde jij iets? Bij mij wel. Bij mij is die middelste deur dus nu open gegaan. Oh. Waardoor ik nu een groene kaars heb. Oh. Hallo. Hallo. Oké, nou dan gaan we groen. Ze hebben alleen nog maar oranje nodig, hè? Huh? Oh. Wat deed je? Ik zette die bloemen nog een keertje goed. Echt? Want ze stonden verkeerd. Huh? Hoezo stonden ze helemaal niet verkeerd? Wit stond op roze en roze stond op wit. Huh? Nee. Ja, echt. Wat is gebeurd? Ja, geen idee. Oh. Hey, hier, in de boek. Ja, oranje daar, Kendall, erin. Nee. Maar hun, ze stonden helemaal niet verkeerd. Jawel, ik heb ze net anders neergezet en toen weer terug. Oh, daar gaan we. Robin, ik plaats hem. Ja. Steek hem aan. Steek hem Komt-ie. Aan. Steek hem aan. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wow. Oh. Oh, maar deze. Wat de beans? Waar is de uitgang? Ik wil weg. Is dit de uitgang? Is het klaar? Waar? Zijn we vrij? Zijn we vrij? Ja! Yeah! Ja! Dat was weird. Congratulations. Maar mooi, we zijn er niet uit. Ik wil wel weg. Ik wil weg. Robin, stop. Stop. Oh, maar deze. Dus, like, we zijn vrij. We hebben hem gehaald. Maar we blijven wel gewoon in... Stop. Robin. Weet je wat? We hakken het gewoon weg. Vrije. Oh my days. Kijk wat een bouwwerk dit ook gewoon van buiten is, hè, jongens. Oh my days. Het is echt gewoon echt heel lijkbaar. En onder jou is gewoon de computer. Oh, dat is de computer. Wow, wat ontzettend sick gedaan dit. Vond je deze video leuk? Abonneer dan zeker even. Kijk ook deze video. Wauw, mooie video. Spreek later, glaasje water, 4 flesje bier. Mooi.